Jullie vieren het 10-jarig bestaan. Vanaf welke datum rekenen jullie? Wij rekenen van september 2012. En dan zijn we begonnen aan de Frederik van Edestraat. Daar zijn we inmiddels weg. En sinds 7 jaar zijn wij geopend aan de Aldering Single. Wat is er in de afgelopen 10 jaar veranderd? Nou, van een heel klein pand aan de Frederik van Edestraat zijn we naar dit grote, ruime pand gegaan. We zijn heel erg uitgebreid in onze dienstverlening. Zowel voor het recyclen van de producten, maar ook in het aanbieden van werkervaringsplekken voor medewerkers. Wij halen en brengen tweedehands spullen in Almelo en omgeving. Wij bieden reïntegratiewerkplekken, vrijwilligerswerkplekken. En wij proberen op die manier echt het milieu en de maatschappij te helpen. Waar zijn jullie goed in als kringloopbedrijf? Wij zijn goed in het bieden van tweede kansen. Zowel voor mensen als voor spullen. Wat merkt u van het feit dat sommige mensen toch wat minder te besteden hebben in deze dure tijden? Dat merken wij dat wij over het algemeen het bestedingsbedrag per klant natuurlijk omlaag gaat. Dat zie je natuurlijk wel. Wat je ook ziet is dat de kwaliteit van spullen die we binnenkrijgen verandert. Aan zich merken wij op dit moment daar verder relatief weinig van. We krijgen meer klanten met een lager bestedingsbedrag, maar anders krijgen wij minder klanten met een hoger bestedingsbedrag. Wij verkopen vooral tegenwoordig, omschakeling trouwens, als je ziet wat er in de afgelopen jaren veranderd is, voornamelijk kleingoed geweest. Zijn wij nu vooral veel kleding aan het verkopen. Dat is echt het grootste deel van onze omzetgroep. Daarnaast doen dat heel veel kleingoed en de meubelen. Dat zijn de grootste groepen. Welke goederen kunnen jullie het beste gebruiken? Eigenlijk kunnen we alles gebruiken dat je in en rondom je huis gebruikt. Textiel hebben we altijd tekort aan. Kleingoed hebben we ook altijd tekort aan. Boeken zijn we ook altijd bijzonder dol op. Krijgen jullie nog subsidie? Wij krijgen geen subsidie, zo. Tot slot, wanneer gaan jullie het 10-jarig bestaan vieren? Wij gaan aanstaande zaterdag, 24 september, ons 10-jarig bestaan vieren. Wij krijgen vanaf de middag 2 taxateurs. Iedereen mag bij ons 1 ding laten taxeren. Zijn eigen schat die mee heeft gevonden in een kringloop of thuis altijd heeft staan. Om de waarde te laten bepalen. En kan ik zeggen op naar de volgende 10 jaar? Zeker en nog verder.